Romano, ik zag jij net met een megafoon in de weer met de harde kern. Wat was jij aan het schreeuwen? Ja, ik sta even een nummertje op, dus nee, dat is hartstikke mooi. Iets met Romano Postema erin? Nee. Daar was ik zelf niet. Daar begonnen ze zelf toen ik op het hek ging zitten. Maar ja, dat is mijn eerste keer dat ik hier op het hek zit met een megafoon in mijn hand. Dus, maar ja, ik vind dat wel mooi. Als ik zelf geen voetballer was, zou ik er ook tussen zitten. Dus, ja. Nog 2 wedstrijden winnen. Je mag weer met een megafoon. En dan op de grote markt. Ja, geef me dan maar 10 megafoons. Dat maakt allemaal niet uit. Daar loop ik zelf wel rond met een megafoon. Dan kom ik er zelf wel heen, ja. Hey, gefeliciteerd. Wat een wedstrijd, joh. Ja. Ja. Uiteindelijk trekken we over de streep met penalties. Dus ja, beker zeggen ze altijd. Het maakt niet uit hoe was je maar wint. En dat hebben we gedaan. Voordat we naar het hoogtepunt gaan, even naar de eerste helft. Je kreeg een grote kans, hè, om de score te openen. Ja, zeker. Misschien was mijn aanname niet ideaal, maar ik schoot hem nog wel prima binnen. En ja, volgens mij zat die keeper zat er nog een beetje aan. Ik weet het niet zeker, maar dat zei dus tegen me. Dus ja, moet je een beetje geluk bij hebben. Het gaat er nooit door je heen als je hem eruit ziet ketsen via de paal? Ja, alleen maar klootzooi eigenlijk. Dat gaat door me over, klootzooi. Kutzooi. Misschien is het niet de... Niet net taal gebruik, maar dat gaat er wel door mijn hoofd en ja. Er zit geen woord Spaans bij. Maar de wedstrijd was het eigenlijk verder. Weinig kansen eigenlijk. Jullie stonden allebei goed te verdedigen. Hoe zie jij hem? Hoe de wedstrijd zie? Ja, zij proberen veel via fysieke krachten te gebruiken om aan kansen te komen. En ja, voor ons was het eerste helft was het moeilijk. Ik denk dat zij wel de overhand hadden, maar de tweede helft denk ik dat wij wel... De overhand hadden, dus ja. Dan na 120 minuten is het zover. Jij pakt die bal en jij neemt de eerste. Ja. Eigen keus? Ja, ik wou gelijk de eerste nemen, dus ja, ik ben blij dat ik dat heb gedaan, want ja, we hebben gewonnen nu, dus uiteindelijk is het een goede keuze geweest. En dan sta je daar, je hoort 20.000 mensen schreeuwen. Je weet dat als je hem mist, dat het heel moeilijk gaat worden als je scoort dat het een goed begin is. Ja, wat voel je dan allemaal? Je kan me er niks bij voorstellen eigenlijk. Nou ja, ik moet zeggen dat ik alleen maar in mijn hoofd had van ik moet hard schieten, want Verrips die wacht altijd iets langer met duiken. Dus als ik hem hard schiet, heeft hij hem nooit. Ja, ik schoot hem heel goed binnen, dus hij zou hem sowieso niet hebben, denk ik. Maar ja, dat is wel lekker, ja. Is dat een voordeel dat je de keeper kent? Nou ja, ik wist zelf niet dat hij lang wachtte, maar ik vroeg het even aan de keeperstrainer en videoanalist, dus die weten dat altijd wel. Dus ik liep even snel langs en ze zeiden dat, dus ja, handige tip. Ja, want aan de andere kant, hij kent jou wel als penalty nemen. Ja, op training ook als we penalties moeten doen, dus ik heb genoeg penalties gezien. Maar... Ik heb gehoord uit betrouwbare bron dat hij er alleen niet zoveel pakt normaal gesproken. Ik moet zeggen, de laatste keer dat we partij aan het spelen waren, toen hoorde hij bij mij en toen pakte hij de 2 volgens mij, toen wonnen we. Dus gelukkig is dat vandaag niet gebeurd. Dan uiteindelijk mist Fortuna de laatste penalty en win je. Ja, alleen maar vreugde. Ja, wat moet ik zeggen? Ik ben zelf ook helemaal gek. Ik sta in de halve finale. Je bent nog maar 1 wedstrijd verwijderd van de finale. En, ja, hoe vaak ga je dat meemaken? Gaan jullie hem halen? Ja, daar gaan we wel voor. We zijn heel ver gekomen al, dus ja, waarom zouden we niet voor gaan? Ja. En van wie ga je dan winnen in de halve finale? Als het in jou ligt? Ik hoop dat we Cambuur thuis loten. Dat zou een mooie pot zijn. Gewoon de makkelijkste. Ja, op papier wel. Ja. Dankjewel. Gefeliciteerd, man. Dankjewel.